In het Carlton Hotel te Amsterdam zijn de munten van Serooskerken geveild. Een verzameling uit binnen- en buitenland, zo indrukwekkend dat kopers uit tal van landen naar de hoofdstad waren gekomen om te bieden op de door veilingmeester Schulman bij opbod verkochte exemplaren. 1600. Natuurlijk was boer Christiaanse uit Serooskerk aanwezig als de gelukkige bezitter van het prijveldje waar de munten stuk voor stuk uit de grond tevoorschijn kwamen. Dat is geen algemene eigenschap van prijveldjes. En de boer en zijn knecht die de eerste vond, mogen dan ook rustig bofkonten genoemd worden. Daar wordt voor geboden 225 gulden. Dus zal dat zijn 225, 230, 240, 250, 260, 260 gulden. Schone handen pakken de schoonste exemplaren op die voor bedragen van ongeveer 2000 gulden aangekocht worden. 14.600. 1700 gulden, de hele partij munten, waarvan ongeveer een kwart naar het buitenland ging, bracht een sommetje van ongeveer 600.000 gulden op. Dat kweek je met prei niet zo gauw bij elkaar. 1800 De kopers verlieten de grootste muntenveiling die ooit gehouden is, voldaan.